Hey, hallo iedereen en welkom in een nieuwe week met nieuwe content. En vandaag wil ik het met jullie hebben over wat is gelijkwaardigheid in relaties? Wat is het? Wat is de meerwaarde? Hoe werkt het? En je hebt er wellicht wel al over gehoord, en zeker als je al enige tijd bij het nieuws in de spirituele wereld dan wel volgt. Dan ga je weten dat de templates voor relaties of van relaties aan het veranderen zijn. Net zoals dat wij eigenlijk als mens, als ziel allemaal aan het veranderen zijn. Maar eigenlijk is er nog niemand echt die weet hoe al het nieuwe, hoe dat die templates voor relaties er dan eigenlijk gaan uitzien. En hoe dat dat gaat voelen, hoe dat dat is. Daarom zijn er een aantal mensen, waaronder tweelingvlammen, die eigenlijk de codes voor het nieuwe template in zich dragen. En die eigenlijk door het zelf te beleven, zelf te ervaren, dat gaan ontdekken en dat eigenlijk op de wereld gaan brengen. Nu, toen mijn gidsen dit thema rond gelijkwaardigheid naar voren brachten om over te schrijven en over te spreken, wist ik eigenlijk niet goed wat ik hierover net wel of niet kon mocht delen. Mijn eerste gedachte of idee was van ik leer eigenlijk zelf nog elke dag bij over gelijkwaardigheid in relaties via onder andere mijn tweelingvlamconnectie. Wat dat maakt dat de manier waarop dat ik voordien een relatie aanhing natuurlijk niet meer werkt in deze connectie. En dat zorgt ervoor dat wij constant verplicht zijn om alles te evalueren en dan eigenlijk te gaan zoeken van oké, hoe kunnen we het nu anders gaan doen dat wel werkt. En dat gebeurt natuurlijk via vallen en opstaan. Ontdekken wat het inhoudt om via het nieuwe template in een relatie te zijn. En een van de zaken waar dat je dan meer bewust mag over worden, is natuurlijk de samenhang tussen vrouwelijke en mannelijke energie. Eerst en vooral jezelf, om dan van daaruit toe te kunnen passen en gaan uit te zoeken hoe dit ook speelt in de relaties. Want ook daar heb je natuurlijk die dynamiek van die mannelijke en vrouwelijke energieën. Nu, als we kijken naar relaties in het verleden, dan gaan we zien dat eeuwenlang de vrouw eigenlijk een vervormde versie van de vrouwelijke energie belichaamde. Je weet dat vrouwen bleven toen aan de haard. De vrouw was de verzorgende, de voedende component in de relatie. En dat maakte dat de vrouw eigenlijk ook jarenlang de ontvanger was, letterlijk en figuurlijk. Kijk maar hoe dat rolpatroon eigenlijk lang geweest is en hoe de vrouw op dat punt ook onderdrukt werd door de mannelijke energie. Aan de andere kant, de vervormde mannelijke energie, die tot op dit punt nog door de meeste mannen wordt belichaamd, dat is iets wat we ook doorheen de eeuwen gezien hebben. En dat toonde zich dan als diegenen die naar buiten gingen. Degene die de wijde wereld introkken, degene die actie ondernomen, degene die keuzes maakte, maar ook degene die de richting bepaalde. En de man had de taak om te voorzien zodat zijn gezin kon overleven. En dat is een overtuiging dat nog vaak bij heel wat mannen ook ingebakkerd zit in hun systeem. En als je het zo bekijkt, zou je kunnen zeggen dat op dat punt de man geeft aan de vrouw. Dus dat de man degene was die gaf, die voorzag in allerlei behoeften. Maar toen hebben we doorheen onze geschiedenis gezien of hebben geleerd dat vrouwen meer en meer in een mannelijke energie gestapt zijn. Wat eigenlijk een soort van ommekeer betekende. Alleen, wat is er gebeurd? Vrouwen stapten in de vervormde mannelijke energie. Waardoor dat ze te veel in die rol zijn gaan staan. Vrouwen werden te onafhankelijk. Zelfs tot op het punt dat je eigenlijk zelfstandig kinderen kan gaan krijgen zonder dat er een man aan te pas komt. En dat is misschien wel het duidelijkste voorbeeld dat ik kan geven, waarbij dat je gaat zien dat vrouwen te onafhankelijk geworden zijn. In die zin dat vrouwen te veel in een mannelijke energie gestapt zijn. Te veel in een mannelijke vervormde energie ervan. De vervormde versie ervan. Maar, zowel het is gebleken doorheen de geschiedenis dat enkel de mannelijke energie gebruiken niet werkt. Maar ook enkel de vrouwelijke energie gebruiken werkt niet. Want mannelijke energie zonder vrouwelijke energie is niks. En omgekeerd, de vrouwelijke energie zonder de mannelijke energie is eigenlijk een ongeleid projectiel. Je zou kunnen zeggen dat de vrouwelijke energie alle kanten uitgaat zonder iets te bereiken.
Dus vrouwelijke energie heeft de structuur en de richting van de mannelijke energie nodig om te kunnen vormgeven, om te kunnen manifesteren. En daardoor is het belangrijk om eenheid in jezelf te creëren. Want het helpt je niet alleen om contact te maken met het diamantenbewustzijn, waar dat je die eenheid hebt, dat is het eenheidsbewustzijn. Maar door net die eenheid in jezelf te brengen, en dus eigenlijk je te verbinden met het diamantenbewustzijn en van daaruit te gaan leven, heel jij ook karmische patronen van afhankelijkheid. Van afhankelijkheid waar dat de vrouw afhankelijk was van de man. Of waarin de ene persoon afhankelijk is van de andere voor liefde of welke behoeften dan ook. Maar ook verlatingsangst en bindingsangst. Die verbonden zijn met pijnen, trauma's binnen de mannelijke en vrouwelijke energieën als archetypes. En dat komt zowel bij mannen, geslacht mannen, dus mensen die het geslacht als man hebben, en ook bij vrouwen aan bod. Dus de vervormde mannelijke en vrouwelijke energieën helen door eenheid in jezelf te creëren, waardoor dat je dan één in jezelf wordt, in zichzelf wordt, waardoor dat die mannelijke en die vrouwelijke energieën beter kunnen gaan samenwerken. En deze eenheid is ook de basis vooraleer je kan komen tot eenheid met een andere ziel. De reden hiervoor is eigenlijk dat je leert dat je een eenheid kan vormen met een andere ziel zonder dat je eigen individualiteit en zonder dat je eigen vrijheid hoeft te verliezen. Of zonder dat je moet afhankelijk worden van een andere persoon om te voorzien in gelijk welke behoefte. Of dat het nu financieel is, of op vlak van liefde, op vlak van zorgzaamheid, op vlak van veiligheid, maakt niet uit. Wanneer je in eenheid bent met een partner, dan ga je merken dat er ook een stuk vrijheid is. En vrijheid in een relatie is dat je eigenlijk de ruimte en de tijd krijgt om jezelf te zijn. Om je eigen verlangens na te jagen. Maar ook vrij om je authenticiteit te uiten. En meer nog, hoe authentieker je bent, hoe meer dat je eigenlijk jouw zielspartner naar je toe trekt. Dus door deze aantrekking en door de onvoorwaardelijke liefde die er dan is, ga je leren hoe dat jij jouw authenticiteit nog meer kan gaan vormgeven. Dus de andere mag er dan zijn, met alle pro's en alle cons, zal ik het maar noemen. En we willen de andere niet langer veranderen of aanpassen. Want we vertrouwen dat de ander zijn unieke pad loopt, net zoals dat wij dat van ons mogen lopen. Dus terugkomende op het stukje gelijkwaardigheid, betekent dit dan dat jij gelijk bent als je partner. Wat hij maakt, dat je eigenlijk dezelfde energie hebt, dezelfde waarden, maar dat betekent niet dat jullie dezelfde persoon zijn. Integendeel. Gelijkwaardigheid betekent dat het samen zijn, het stukje samen zijn, een meerwaarde is en dat het samen zijn jou stimuleert en jouw partner stimuleert om nog meer in je authenticiteit en in je heelheid te gaan staan. Want de ander heeft je net de ruimte om te ontdekken wie je bent. Om te ontdekken wat je graag doet. En eigenlijk kortom, om eigenlijk je eigen lessen te leren. Wetende dat er altijd iemand is om op terug te vallen als je het even niet meer weet. Of als je het licht niet meer ziet. Of als je van je pad afgevallen bent door je eigen schaduwen. En wat de ander voor jou betekent, is ook omgekeerd het geval. Je hoeft dus geen tijd of energie te verspillen aan het afvragen of dat de ander nog verbonden met jou is. Of nog toegewijd is aan jullie relatie. Je vertrouwt dat alles een weerspiegeling is van je innerlijke balans. Dus hoe meer je in je zuivere zelf gaat gaan staan, hoe zuiverder jouw connecties en je relaties ook worden. En je geeft zonder dat je er iets voor terug verwacht. Dat is ook het stuk onvoorwaardelijk, zonder voorwaarden. Je geeft de ander ruimte en maakt je geen zorgen. Omdat je vertrouwt dat de andere in staat is en eigenlijk alles in zich heeft om zijn eigen leven te leiden. Om zelfbewuste keuzes te maken voor ieders hoogste goed. Kortom, eigenlijk vertrouw je erop dat wanneer de andere nood heeft aan jouw luisterend oor of een bemoedigende knuffel, dat hij zelf het initiatief gaat gaan nemen en dat zal tonen. Kortom, dat de andere eigenlijk met jou het gesprek zal aangaan erover en waardoor je dat eigenlijk kan gaan kijken wat dat er aan de hand is en wat dat jij kan betekenen voor je partner. Dus dat betekent dat je zelf niet constant in de verzorgmodus moet gaan zitten. Of een barometer bijhouden om te weten hoe goed of hoe slecht het gaat met de ander. De enige verantwoordelijkheid dat jij hebt, is eigenlijk zorgen voor jezelf. Terwijl dat je de andere
houd en onvoorwaardelijke liefde. En dan bedoel ik dat niet letterlijk fysiek, maar eigenlijk ook energetisch. Je houdt ruimte voor de anderen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Nu, wanneer het gaat om die nieuwe templates en de relaties, dan is gelijkwaardigheid één van de belangrijke kenmerken. Zoals dat mijn tweeling Vlam zegt, gelijkwaardigheid is alles. Beide partners zijn heel in zichzelf. Ze delen dezelfde waarden, ze hebben dezelfde waarden. Maar ze lopen wel elk hun eigen pad. En of dat dan jouw tweelingvlam is of een diepe zielsconnectie, dat maakt niet uit. In de nieuwe wereld waarin je leeft vanuit een hoger bewustzijn, gaat het veel vaker om vertrouwen dan om controleren. Het gaat eerder om overgave dan om sturen. En niet alleen in het verwezenlijken en het vormgeven van je eigen leven, maar ook in elke interactie met een andere ziel. Dus zelfs niet alleen met jouw partner, maar met elke andere ziel. En hoe dat je tot draait of keert, de wet van resonantie brengt samen met de andere universele wetten wat aan jou toekomt. Met andere woorden, alles wat dat voor jou voorbestemd is, zal nooit aan jou voorbij gaan. Je gaat nooit missen. Maar wat dat universum wel doet, is tonen waar dat je nog niet in balans bent. Dus stukken tonen waar dat je nog werk te doen hebt. En die worden eigenlijk ook een stukje opgelicht en getriggerd in relaties, zodanig dat jij ze kan gaan aankijken en gaan healen. Want dat maakt jou zuiverder en brengt ze dichter bij je ware zelf. Wij hebben niet de taak om ervoor te zorgen dat de ander zich comfortabel voelt. En dat is een les die ik ook geleerd heb van mijn tweelingvlam. Dat is niet onze taak. Wat wel is, door de onvoorwaardelijke liefde die er is, is eigenlijk de belofte dat je de ander ziet voor wie dat hij of zij is. Met alle licht en alle schaduw die er nog is. Waarom? Omdat eigenlijk via het licht van jouw onvoorwaardelijke liefde jij de andere de kans geeft om zijn of haar schaduwen in het licht en dus in de liefde te brengen. Wat dat maakt dat jullie liefde op dat moment helend is. Je lost niet de problemen van de andere op. Want daarmee ontneem je hen de kans om een ware, werkelijke, belangrijke, waardevolle les te gaan leren. Maar wel ga jij vanuit liefde tonen dat de andere krachtig genoeg is om zelf het antwoord te vinden. Om zelf de antwoorden in zichzelf te vinden. Om te verbinden met zichzelf. En hierdoor worden jullie beiden krachtiger en onafhankelijker. Om dan uiteindelijk samen te komen in een oneindige, hele krachtige, onvoorwaardelijke liefde van eenheid. En daar gaat het stukje gelijkwaardigheid in relaties om. Ik hoop dat ik met deze video jou een aantal inzichten heb mogen bijbrengen. Ik begrijp heel goed dat gelijkwaardigheid, om het te vertalen naar aardse, concrete dingen, heel moeilijk is. Want het gaat eerder om een gevoel, om een energie dat speelt, maar die dan uiteindelijk ook terug zijn weerspiegeling ziet in het gedrag, in de manier waarop je gaat gaan reageren en vooral in de communicatie, de manier waarop jullie met elkaar omgaan gaan communiceren. Mocht je merken dat je er zelf nog problemen mee hebt, dat je nog mag werken aan jezelf. En als je nu zegt, ik moet niet meer werken aan mezelf. Ja, jawel. Zelfs ik werk nog elke dag aan mezelf. Want innerlijke groei is een levenslange les. Een oneindige les die eigenlijk blijft voortduren. Want het is onze ziel die constant verder wilt evolueren en gaan wil ervaren. Dus, maar mocht je ondersteuning nodig hebben, weet dan dat je altijd bij mij terecht kan. In de box hieronder of via de website kun je zien op welke manier we kunnen samenwerken. Heb je vragen, weet je niet goed welke kant of welke weg je mag nemen, dan ook mag je mij contacteren. Ik antwoord altijd en dan kijken we wat dat jij op dit moment nu nodig hebt om weer verder te kunnen. En zoals altijd stuur ik je oneindig veel licht en liefde en wens ik je een fantastische week. Tot in de volgende!